Dames en heren, jongens en meisjes. Op 13 september is Geert Cornelissen overleden. Geert behoorde sinds de oprichting van Gijs in 1969 tot onze Gijsfamilie. Eerst als supporter, maar na een paar jaar al snel als vrijwilliger. In de afgelopen 50 jaar heeft Geert zich op vele manieren ingezet voor de club en werd hij in 2014 benoemd tot lid van verdiensten van Gijs. In de kleedkamergang was hij sinds jaar en dag een bekend gezicht voor iedereen die kwam sporten. Niet alleen voor de ijshockeyers, ook voor de kunstrijders en rijders en shorttrekkers. Geert was namelijk verantwoordelijk voor het openen en sluiten van de kleedkamers. Hij bleef altijd op zijn post, voor het geval iemand iets uit de kleedkamer moest halen. Zojuist heeft zijn zus Anneke een foto van Geert onthuld op zijn vaste plek tussen de beide kleedkamergangen. Wij wensen haar en de rest van zijn familie heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. Ter nagedachtenis aan Geert vragen we u te gaan staan en een minuut lang voor hem te applaudisseren.